Het mooiste van mijn werk is dat je mensen kan helpen die een van de moeilijkste momenten meemaken in hun leven. Ik werk bij de nabestaande desk. De nabestaande desk is de afdeling waar mensen als eerste mee te maken krijgen bij het melden van een overlijden. Dus wij zijn het eerste contact dat mensen hebben met Dela. En wij zijn ook de eerste stap in het rouwproces, zeg maar. Want op het moment dat men belt, dan moeten ze formeel voor de eerste keer aangeven dat een van hun dierbaren is overleden. Wij helpen de mensen met de eerste stappen in het hele proces voor het regelen van een uitvaart. En daarnaast sturen wij het zorgteam aan. Dat zijn de mensen die overledenen verzorgen. En wij sturen ook de uitvaartverzorger aan. Voor dit werk heb je een groot empathisch vermogen nodig. Je moet de vraag van de ander goed kunnen verstaan, kunnen vertalen, erop in kunnen spelen. En dat vertaalt zich ook terug bij ons op de afdeling. We hebben collega's die ook een hoog empathisch vermogen hebben. Dus je bent goed op elkaar ingespeeld. Je weet wat er speelt, je hebt oog voor elkaar. En dat zorgt voor een open en gemoedelijke sfeer bij ons op de afdeling. Een van mijn mooiste herinneringen aan werken bij Dela is dat ik op zoek was naar een appartement. Ik had moeite mee, veel collega's hebben geholpen, kwamen met tips. En uiteindelijk is het gelukt dankzij hun hulp. En daar ben ik ze heel erg dankbaar voor.